Joke heeft zojuist permanent make-up wenkbrauwen laten zetten. Ik ga haar wat nazorginformatie meegeven voor thuis. Tevens ga ik haar wat dingetjes vertellen waar ze echt goed rekening mee moet houden. Joke krijgt van mij een foldertje. Deze moet ze sowieso thuis nog even nalezen. Hier staan nog belangrijke dingetjes in voor als ze het vergeet wat ik nu ga vertellen tegen haar. Tevens krijgt ze van mij een Fugira cremmetje. Dat is om de huid na te behandelen, ook voor thuisgebruik. Het is gewoon een vaseline met extra toegevoegde vitamines. Die zorgen voor een snellere genezing. Waar u rekening mee moet houden als u thuis komt, hou de huid goed vet. U heeft zojuist de behandeling ondergaan. U mag over een uur beginnen met het gebruik van de Fugira crème. Mocht het blijken dat u niet tegen de crème kunt, dan krijgt u echt best wel heel veel jeuk. Rondom de huid, jeukbultjes kunt u ook wel verwachten. Het is niet heel verschrikkelijk, maar als u het niet vertrouwt, stop gewoon met het gebruik van de crème. Wij raden altijd aan om de crème toch 48 uur na de behandeling te gebruiken. Mocht dit niet gaan, het is niet een groot probleem. Hou de huid gedurende de eerste 7 dagen goed droog. Dit is best lastig met het wassen van het haar. Maar we adviseren als u uw haar gaat wassen om even het gezicht naar achter te doen. Ja. Haren zo uitspoelen. Geen shampoo over het gezicht, ook geen reinigingsproducten. En ook 7 dagen geen make-up op de mond. Dat is toch wel belangrijk, omdat u eventueel kans heeft op ontstekingsgevaar in die situatie. Is goed. Ja, ik heb nou wel een beetje oogschaduw opgedaan net. Mag dat niet? Oogschaduw is niet echt een groot probleem. Het zit natuurlijk toch wel van de wenkbrauwen af. Ja. Heeft u uw eyeliner laten tatoeëren, dan adviseren wij inderdaad om geen mascara en geen oogschaduw te gebruiken. Omdat dit dus kans geeft op ontstekingen. Moet ik het aanbrengen met mijn vinger of met een wattenstaafje? We adviseren echt om dit te doen met schone handen. Een wattenstaafje is ruw. Mm-hmm. Je hebt kans dat als je met een wattenstaafje over de huid heen gaat, dat de korstjes eraan blijven hangen. En dan heb je dus kans op een pigmentschade. Oh. Dus schone handen, even op de vingers, 1 strook en klaar. Goed. Ik heb eigenlijk ook nog een afspraak met mijn vriendinnen staan om naar de sauna te gaan. Mag dat binnen 3 dagen? Nee, dat zou ik echt niet doen. Want probeer echt om de eerste 7 tot 10 dagen geen sauna bezoeken te doen. Een sauna is toch warmte en vocht. Het verweekt de huid. Het zorgt ervoor dat de korstjes eerder loslaten. En dat kan weer pigmentschade dus geven. Ook raad ik aan om niet onder de zonnebrand te gaan. In ieder geval de eerste maand geen felle zon op de huid. Dat is ook heel belangrijk. Nou, dat was mijn tweede vraag, om op een terras gewoon te zitten in de zon. Dat is dus ook af te raden. U mag wel op het terrasje in de zon zetten, maar dek de huid gewoon eventjes af. Mochten de korstjes eraf zijn, dan adviseer ik toch om een factor 50 echt op de wenkbrauw te smeren. Okay. Want het pigment kan gewoon de eerste periode, zeker de eerste 3 maanden, sterk terugkleuren onder invloed van zon. Oh, goed. Nee, het is belangrijk om te weten dat bijwerken na een behandeling nodig zou kunnen zijn. Wij hebben het niet standaard in ons tarief erbij gerekend. Die doen wij dus bewust, omdat het niet altijd nodig is. En dan heeft u er bijvoorbeeld wel voor betaald. Wij rekenen apart de bijwerkkosten. De behandeling kost standaard €135 dus. Bijwerken is altijd €55 binnen het eerste jaar. Een tweede jaar is het €60. Een derde jaar is het €65. En na 3 jaar is het volledige setbedrag. Bijwerken is alleen nodig wanneer er echt schade is opgetreden. En dat gebeurt thuis. Daar kunnen wij helaas niets aan doen. We laten u gewoon met mooie wenkbrauwtjes de deur verlaten bij ons. Maar het kan altijd gebeuren in je slaap, tijdens het aankleden, per ongeluk stoten. Dat zijn allemaal van die kleine ongelukjes waardoor het pigment al heel makkelijk beschadigd kan worden. Hou hier rekening mee. Ook heeft uw wenkbrauw tijdens de behandeling in dit geval veel gebloed. Het pigment is al wel een beetje uit de huid gespoeld, helaas. Daar kunnen we niets aan doen. Bijwerken is in dit geval waarschijnlijk wel nodig. Houdt u daar rekening mee. Meer dan goed invetten kunt u eigenlijk nu gewoon niet doen. Droog houden, invetten, zonvrij, niet in de sauna, niet in het zwembad. Dat zijn allemaal hele belangrijke dingen om u de eerste 10 dagen aan te houden. En zeker niet aan de korstjes krabben als het gaat jeuken. Nou, wat heeft u een tip voor als het erg gaat jeuken? Wat moet ik dan doen? Ja, als de huid erg gaat jeuken, dan raad ik u aan om er een beetje van deze Fugira crème op te smeren. Dat stopt het jeuken vrij direct. Oké, dat is goed. Dankjewel. Ik hoop dat ik u genoeg even heb geïnformeerd. Ja, zeker weten. Succes met het genezen thuis. En ik hoop
dat het allemaal goed mag gaan. En dat ik u niet zie voor een bijwerkafspraak. En anders zie ik u over een maand weer terug. Ik ben er heel blij mee. Dankjewel. Oké, is goed.